In deze aflevering Rodney Swelsen, de kersverse wethouder van de gemeente Onderbanken, en sportschutter Peter Hellebrand over zijn Olympisch avontuur in Londen. Dit is aflevering 87 van Lopende Zaken, hier is Paul Verstegen. Dag, u kijkt naar Streekomroep LoTV en dit is het programma Lopende Zaken. Met vandaag twee mannen aan tafel. De ene ging deze zomer naar de Olympische Spelen. Hij kwam terug zonder medailles. En toch maakte hij daar in Londen een enorme indruk met de manier waarop hij boven verwachting presteerde. En vervolgens ook nog eens zijn verlies nam. Schutter Peter Hellebrand is hier. Met hem praten we zo meteen verder. Maar eerst een man die net zijn tanden heeft gezet in een nieuwe uitdaging. Bij me aan tafel Rodney Swelsen, net benoemd tot wethouder van de gemeente Onderbanken. Swelsen zit in het college namens de partij Democraten Onderbanken. De partij die na deze zomervakantie een nieuwe coalitie heeft gevormd met het CDA. Rodney Swelsen, welkom. Dankjewel. Voor de mensen die u nog niet zo goed kennen, stelt u zich even voor. Ik ben 41 jaar, woon sinds een jaar of 10 in Onderbanken. In de kern Schinveld, een van de vier kernen van Onderbanken. Daarvoor gewoond in Brunsum en in Doenrade en een heel klein stukje in Tilburg. Ik woon samen met mijn partner. Wie is dat? Barry Kessen. Hij is afkomstig van Brunsum. Ik geboren in Doenrade, dus we kennen de regio wel een beetje. En dan ben ik samengekomen, zoals ik zeg, nu 10 jaar in Onderbanken. Oké. Hoeveel tijd krijgt nou een wethouder om zich in te werken in de nieuwe materie? Eigenlijk krijg je geen dag de tijd. Want zeker op het moment dat je een vliegende start moet maken in een coalitieperiode, 2,5 jaar na raadsverkiezingen, heb je natuurlijk toch te maken met lopende dossiers. Lopende zaken. Lopende zaken, zoals het programma ook heet. Die moet je oppakken, want die zijn al namelijk aangezet. Je hebt overleggen in die dossiers met verenigingen. Je hebt ook overleggen met woningcorporaties, ook met de regio, met Parkstad. En daar kun je niet heel lang voor inwerken. Dus je zit toch gebonden aan de dossiers wat er zijn, zodat je eigenlijk meteen op het schip moet stappen. Maar hoe gaat het? U kwam binnen bij de gemeente, u was aangenomen en dan zeiden ze, hier is je bureau en ga maar aan de gang? Zo gaat het natuurlijk niet. We hebben te maken met de gemeenteraad. Ik kom vanuit de gemeenteraad, dus ik ken van afstand wel de meeste dossiers al. Dat was een groot voordeel toen ik benoemd werd als wethouder. Dat is ook waarom dat de Partij Democraten Onderbanken mij gevraagd heeft om gedurende de rest van deze raadsperiode het wethouderschap op me te willen nemen. Tot ik de dossierkennis van een groot gedeelte al had. Weliswaar van een afstand en met een andere rol. Maar de dossiers waren me niet helemaal nieuw. En dat scheelt natuurlijk een hoop in tijd. Dat scheelt een hoop en dat is een scheelt een hoop tijd. En dat is ook voor het ambtelijk apparaat wel prettig. Dat mensen de bestuursfunctie bekleden. Waarbij ze ook wel iets van de inhoud weten. Ja. Nieuw college met nog zo'n anderhalf jaar te gaan inmiddels. Ja. Hè? Want in 2016 dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Nee, ja. Zeg ik verkeerd. 2014. 2014, naar alle verwachting. Ja, precies. Dan heb je ook niet meer zoveel tijd om een nieuwe koers te gaan bewandelen. Het is meer het uitzitten van de tijd, toch? Dat is het niet. Het is niet het uitzitten van de tijd. Er zijn een aantal projecten opgestart waarbij het inderdaad, oneerbiedig gezegd, het passen op de winkel zou kunnen zijn. Zoals? We hebben het over de locatiekeuze BMW Schinveld gehad. Vorige coalitie heeft daarvoor gekozen om dat vanuit het Einderveld richting de kern Schinveld te plaatsen, waar het klooster nu nog staat. Die locatiekeuze is definitief. Maar er zijn ook dossiers die moeilijker liggen? Het dossier Einderveld versus locatie klooster lag ook moeilijk. Omdat in een voorvorig college de keuze was gemaakt voor Einderveld. Daar zaten een aantal motiverende redenen achter waarbij ik wel goed gevoel had. Maar op het moment dat je dan instapt in een college waarbij het klooster is aangekocht, dan kun je niet zeggen, dan gaan we weer terug het klooster verkopen en we gaan weer terug naar de staalconstructie, naar het Einderveld. Dus dat zijn dan dossiers waar je wel op de trein stapt en dan niet meer naar links of naar rechts kunt. Maar ligt er nu een map op uw bureau waarvan u zegt, nou dit wordt even moeilijk de komende periode, hier moeten we nog eens even flink tegenaan? We hebben in de BMW-discussie, en de BMW is dan een brede maatschappelijke voorziening met allerlei maatschappelijke functies gecombineerd. De BMW in Merkelbeek, die zit vast. Er zijn onderhandelingen die stagneren. Onderhandelingen tussen. Hoe komt dat? Dat is de vraag hoe het komt. Dan ga ik met de verenigingen die wat daar in die BMW Merkelbeek verenigd zitten, of verenigd moeten worden, ga ik daarmee praten. Die gesprekken zijn niet opgestart. U heeft nog geen idee waar hier de schoen wringt?
we hebben wel een idee waar de schoen wringt. En waar wringt de schoen volgens u? Van de vorige portefeuillehouder heb ik intussen begrepen dat met name de overleggen met de voetbalvereniging moeizaam verliepen. Omdat de voetbalvereniging vreest voor haar eigen identiteit. En ik heb daar begrip voor, want het is natuurlijk niet niks om vanuit je zelfstandige kantine, zoals die er nu is, en vanuit je zelfstandige accommodatie te moeten verhuizen of naar een BMV, naar zo'n brede maatschappelijke voorziening, waarbij je een aantal voorzieningen moet delen. Dat is moeilijk. Daar moet je van alles over afspreken en daar moet je ook van alles over regelen. En die bereidheid is er ook zeker bij de gemeente om dingen te regelen. Maar uiteindelijk moet wel het gezamenlijke besef er zijn dat we het voor de gemeenschap van Merkelbeek doen. Ja. Maar u gaat binnenkort met de partijen om tafel. Ja. Dus dan kunnen ze u wat dat betreft verwachten. Wat zijn nou dingen die u specifiek anders gaat doen de komende anderhalf jaar? Wat ik zelf heel belangrijk vond, zijn twee dingen in het coalitieakkoord wat CDA en Democraten Onderbank hebben gesloten. Dat is een financieel solide beleid. U bent wethouder van Financiën. Ik ben onder andere wethouder van Financiën. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid, maar ik vond wel dat ook in het coalitieakkoord opgeschreven moest zijn dat die financiële solide situatie weer moest ontstaan. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat dat zekerheid geeft voor de burger, dat geeft zekerheid voor de gemeente en dat maakt zo'n gemeente qua huishouding toekomstbestendig. En het is dus niet vanzelfsprekend, zegt u? Het is geen vanzelfsprekendheid, maar dat heeft het verleden bij diverse gemeenten aangetoond. En dat betekent dat je over 2, 3 of 4 jaar in zodanig zwaar weer terecht zou komen, dat je dan echt heel hard moet ingrijpen. Hetzij de belastingen verhogen, hetzij ingrijpen in je voorzieningenniveau tot een onaanvaardbaar niveau. Ja. En dat wil ik voorkomen. Maar betekent dat nu dat een gemeente voorzichtig moet zijn? Dat er altijd sprake moet zijn van gelijke uitgaven, gelijke inkomsten? Ja, je moet daar naartoe groeien. We kennen de discussie in Europa natuurlijk. We krijgen de komende tijd te maken met teruglopende inkomsten. Niet vanuit de belastingssfeer, maar vanuit de Rijksoverheid. En je kunt dat niet van vandaag op morgen het eerste jaar ombuigen tot het niveau waarop je de gekorte uitkering krijgt. Dus je krijgt in het begin, zul je te maken blijven houden, ongeacht wat je doet met begrotingstekorten. Dat moet je zo snel mogelijk ombuigen. Die ombuigingsmaatregelen die gaan we het komend jaar ontwikkelen. Daar spreekt het coalitieakkoord ook heel nadrukkelijk over. Om in 1 jaar tijd proberen een ombuigingsprogramma aan de Raad te kunnen aanbieden. Waarbij verstandige keuzes gemaakt kunnen worden. Ja, dus op een andere manier zaken gaan uitgeven. Op een andere manier uitgeven of voor een gedeelte niet uitgeven. Want dat is natuurlijk wel de opgave waar we voor staan. En zou dat ook kunnen betekenen dat gemeentelasten omhoog gaan? Dat we binnenkort weer een brief krijgen op de mat waarin staat Rodney Swelsen heeft besloten. De mensen die we kennen, die hoeven daar niet bang voor te zijn. En de mensen die u niet kennen? En de mensen die u niet kennen, die kan ik nu in ieder geval meegeven dat ik ook blij ben dat het coalitieakkoord zegt dat de gemeentelijke lasten voor wat betreft de OZB, we kennen hem allemaal, niet meer stijgen dan de inflatie. Dat is het vertrekpunt. Inflatiecorrectie die heb je nodig, omdat je anders je inflatiecorrectie op je uitgaven niet kunt doorvoeren. En dat we naar creatieve manieren gaan zoeken, en dat is de exacte tekst in het coalitieakkoord, die komt me niet heel vreemd voor, naar creatieve manieren zoeken om andere belastingen. Ik denk aan de rioolbelasting. Maar de OZB gaat niet omlaag? De OZB zal niet omlaag gaan. En alle huizen dalen in prijzen bij het leven? Het omgekeerde is ook niet waar. Het omgekeerde, toen de huizenprijzen met 10-20% stegen, steeg de OZB ook niet met 10-20% mee. Nee, dat is een moeilijke discussie. Nu dalen de prijzen en de OZB gaat dus in ieder geval niet omlaag, zegt u. Maar het omgekeerde was ook niet waar. Dat hadden we net afgesproken. Nee, maar goed, er is wel altijd sprake geweest van een stijging van de OZB toen de huizenprijzen omhoog gingen. Maar dat was uitsluitend inflatiecorrectie op het moment dat wij bestuursverantwoordelijkheid daarin hebben genomen. Goed, dus binnenkort geen brief op de deurmat waarin Rodney Swelsen aankondigt dat de gemeentelasten omhoog gaan. Dat kunnen we uitsluiten. De inflatiecorrectie, daar hebben we het over. Ja? En dat is toch voor veel mensen waarneembaar in de stijging van de lasten. Maar geen verhoging met 10-20% zoals een andere gemeente wel te doen gebruikelijk is. Okay. Er is overigens wel nog wat aardigs te melden. Begin dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om een stukje te veel geïnde OZB, welke over de jaren 2011 en 2012 was geïnd, om die terug te geven. En de inwoners van de gemeente Onderbanken kunnen nog dit jaar een brief tegemoet zien waarin wordt aangekondigd dat ze die uitbetaling krijgen van die teveel geïnde OZB over de jaren 2011 en 2012. Nou, dat is even goed nieuws. Mooi dat we dat hier kunnen horen in lopende zaken. U komt van de gemeente Landgraaf af, althans wat werk betreft. Ja, dat klopt. Wat deed u daar? Ik was daar programmacontroller, zoals dat heet. En dat is een hele chique naam.
Dat heette vroeger financieel consulent. Financieel consulent heette dat vroeger wel. Dat is in de loop der jaren bij gemeenten uitgebreid. Wat houdt het concreet in? Wat doet u? Of wat deed u daar, laat ik het zo zeggen? Ik was binnen het fysieke domein. Wat is fysiek domein? Alles wat in de fysieke ruimte gebeurt, in het publieke domein gebeurt. Openbare werken, verkeer, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen. Dat soort beleidsterreinen moet je dan aan denken. Daar was ik controle van. Daar was ik het aanspreekpunt in de adviserende rol voor het management en voor de beleidsmedewerkers op het gebied van de bedrijfsvoering. En dan gaat het om financiën, maar dan gaat het ook om juridische zaken en allerlei andere dingen wat rondom zo'n fysiek domein georganiseerd moeten worden. Duidelijke raakvlakken nu met de functie die u nu heeft. Ja, gelukkig wel. Ja. Waarom trok dat wethouderschap zo? Het wethouderschap trok niet. Daar ben ik heel eerlijk in. Een aantal jaren geleden ben ik via Hans Uwachs destijds in de lokale politiek beland. Democraten Onderbanken was de grootste partij en heeft het initiatief genomen na de val van het vorige college. En toen was een wethouderskandidaat wel aan de orde. En gelet op de ervaring vanuit het fysieke domein, zoals ik het genoemd heb, vanuit Landgraaf. En gelet op de ervaring wat ik in 2,5 jaar als raadslid heb opgebouwd, vond men dat men mij moest voordragen daarvoor. En ik heb daar wel over gewikt en gewogen. Uiteraard, want het is natuurlijk niet niks wat je aangaat. Maar ik heb toch ja gezegd om de maatschappelijke verantwoording daarin te nemen. Ja. Een van de belangrijke punten die ook nog door het college is genoemd tijdens uw benoeming, is dat de band met de burgers, de verenigingen, zeg maar alle inwoners van Onderbanken, dat die beter moet. Er zijn te veel conflicten. Ja. Ik schrok van die mededeling eerlijk gezegd. We hadden het zojuist over twee punten in het coalitieakkoord wat ik belangrijk vond. Dat was was dat het kopje financiën, solide financieel beleid. Het tweede, daar waren we nog niet aan toegekomen, maar dat stipte u zelf aan. En dat is die band met de burger. Niet alleen de band met de burger, maar ook de band met het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Maar er zijn te veel conflicten. Wat is er mis? Wat we de afgelopen 2,5 jaar, naar mijn mening, in toenemende mate gezien hebben, is dat het gemeentelijk beleid om een aantal dossiers zich dusdanig heeft ontwikkeld tot we de burger zijn verloren. Er zijn ook wel wat voorbeelden van te noemen. De burgers zijn verloren, in welke zin? De burgers zijn niet meegenomen in het proces. Dat klinkt heel erg politiek, maar dat wil eigenlijk zeggen dat we als gemeente... De burger snapt niet waar u naartoe gaat, of naartoe wil. De burger snapt niet waar we naartoe willen, die begrijpt de bedoeling niet. En op het moment dat de burger de bedoeling niet begrijpt wat de gemeente wil, dan wordt hij onzeker. Maar dat vertaalt zich dus concreet in besluiten die de gemeente neemt en de burger die er niks van snapt. Ja. En daar een beetje opstandig van wordt. Daar wordt hij door die onzekerheid wordt hij opstandig. En gevolg, boze brieven, ja. Vervelende correspondentie. Exact, en dat levert een hele hoop ruis op. Ruis op de lijn, die wat niet alleen voor die mensen vervelend is. Want de belanghebbenden die wat die brieven schrijven, daar is het vervelend voor. Maar het is ook vervelend voor de gemeente zelf. En wat gaat u eraan doen? Wat we eraan gaan doen, is zoals het coalitieakkoord ook zegt, dat we de burger meer gaan meenemen vanaf het begin van het proces. We gaan het uitleggen. En op het moment dat we het niet goed uitgelegd krijgen, gaan we het nog een keer uitleggen. En als we het dan nog niet goed uitgelegd krijgen, dan gaan we wel heel goed overwegen of we wel op de goede weg zitten. En goed uitleggen is wat vaker bij LoTV op bezoek? Of wat moet men daar bijvoorbeeld? Als dat een optie is, dan houden we ons daar graag voor aanbevolen. Maar ik denk ook dat het vooral is de burger rechtstreeks opzoeken. Rechtstreeks naar de burger toestappen. Wat is het probleem? Hoe kunnen we het oplossen? En niet van een afstand kijken en denken van ja goed, die burger die zit er wel, maar wij weten hoe het moet. Dat eigenlijk gaat er aan dit hele proces wel iets aan vooraf. Want er is blijkbaar dus een besluit genomen waar de burger totaal niet van begrijpt. Dan ben je toch al in een heel vroeg traject ben je elkaar kwijtgeraakt. Ja, het begint met communicatie, het eindigt met communicatie. Maar daar waar je de communicatielijnen in het begin niet opzoekt, daar heb je een probleem in de uitvoering. Dat ga je vroeg of laat, gaat je dat opbreken en dan kun je veel beter de energie aan de voorkant erin stoppen. Dat je hem in de achterkant moet repareren. Goed. Misschien dat we elkaar in dat kader nog vaker zien bij lopende zaken. Meneer Zwelsen, dank u wel. Graag gedaan. Maandag 30 juli. Ja, het lijkt alweer een hele tijd geleden. Maar op die dag maakte heel ons land kennis met deze man uit Brunssum. Peter Hellebrand zette in ons land in één keer de schietsport op de kaart door op de Olympische Spelen in Londen als vijfde te eindigen op het onderdeel 10 meter luchtgeweer. En ja, een vijfde plaats is geen brons, is geen zilver en ook geen goud. Maar toch, iedereen sprak van een hele knappe prestatie. En dat kwam in de eerste plaats door Peter Hellebrand zelf. Peter, welkom in onze uitzending. Want ja, je keek niet omlaag, je was niet te neergeslagen, je had er geen moeite mee. Je was eigenlijk buitengewoon trots op die vijfde plaats. Ja, tuurlijk. Ja, nee, ik denk ook dat iedereen dat zou moeten zijn. Iedereen kijkt naar de nummers 1, 2 en 3 en
Ja, tuurlijk, dat is ook veel leuker. Ik bedoel, je is een medaille om de nek en alle eer die daarmee samenhangt, dat is super. Maar aan de andere kant moet je ook voor ogen houden, denk ik, dat je wel vijfde van de wereld op het Olympisch toernooi, het grootste toernooi wat er is, geworden bent. En het gaat om fracties van millimeters waar je over praat, wat ik zeg maar eens even van die gouden medaille verwijderd was. Maar toch, elke sporter wil toch winnen, daar begin je aan. Ja, tuurlijk wil je winnen. En Olympische Spelen is al helemaal een traject waarvan ik denk, nou, daar moet je wel heel gemotiveerd voor zijn. Nee, tuurlijk, is ook zo. Maar iedereen wil winnen. Ik bedoel, er zijn zo'n 50 man die deelgenomen hebben, waarvan er, ik denk, 45 ook daadwerkelijk een medaillekans hebben. En als je dan bij de eerste 8 in de finale kwam, dat was al geweldig. En dan de hoogste finalescore weer neer te zetten, nou, dan heb ik alles eraan gedaan wat ik maar kon. Maar ja, goed, de voorronde telde door en daardoor kwam ik net tekort om in de medailles te vallen. En dan moet je hopen dat de tegenstanders, zeg maar, die op 1, 2, 3 geëindigd zijn, een fout maken waardoor jij naar boven schiet. Dat deden ze niet. Ze waren ook ijzersterk. Niet zo sterk als ik in de finale, maar ja, goed, het was net niet goed genoeg. Oké. Geniet je nog na van die dagen, zoals het eraan toe ging? Ja, tuurlijk. Ja, dat blijf ik nog wel even, denk ik. Nee, die ervaring die is super. Gewoon dat hele toernooi al, even buiten de prestatie, dat is al gigantisch indrukwekkend. Ik zei ook bij Mart Smeets al aan tafel van, als je van tevoren had gezegd van de vijfde plaats, dan had ik gezegd, waar kan ik tekenen? Dus wat dat betreft ben ik heel tevreden en we trainen weer vrolijk verder voor Rio en hopelijk gaan we daarvoor goud. Ja, maar nog even terug naar die huldiging, want je bent natuurlijk de laatste tijd enorm vaak in het zonnetje gezet. Laatst nog hier in Brunssum, de plaats waar je woont. Hè? Laten we even naar de beelden kijken. Vorige maand zette hij op de Olympische Spelen in Londen een razend knappe prestatie neer. Geen medaille, nee. Maar met een ongelooflijk hoge score in de finale wist hij Nederland in vervoering te brengen. Paragrafgrote artikelen in de landelijke kranten waren het gevolg. Heel Nederland wist plotseling dat we met Peter Hellebrand de beste nationale schutter ooit naar de Olympische Spelen hebben afgevaardigd. Geen officieel kampioen, nee. Maar in de euforie die volgde op zijn prestatie, vijfde in het onderdeel 10 meter luchtgeweer, de hoogste score ooit behaalde met zijn 103,8 punten voor Nederland. Een nieuwe held werd geboren. Hij won geen goud, geen zilver, geen brons. Hij won iets veel belangrijkers. Hij won een leger aan supporters. Voor hemzelf en voor de schietsport. Proficiat. Dank je wel. En bedankt. Ter herinnering. En ter ondersteuning. Dank je wel. Je bent brildragend. Ja, was dat? Ja, dan sta je in één keer helemaal in de spotlights. Er is een publiek dat je nauwelijks kent, dat is tot daar aan toe. Maar je moet in Londen ook aan sportjournalisten gaan uitleggen hoe de sport eigenlijk helemaal in elkaar steekt. Ja, klopt. Wat denk je dan op dat moment? Dan word ik heel vaak door de journalisten gevraagd, eigenlijk voor de interviews, van vind je dat niet vervelend dat je elke keer weer moet gaan uitleggen? Dus ze vragen het zelf? Ze vragen het zelf, ze zijn zich er wel bewust van. Ze vinden het ook zelfs een beetje gênant, heb ik het gevoel, dat ze niet weten hoe de sport in elkaar steekt, terwijl het een Olympische sport is. En het enige antwoord wat je kunt geven is dat je dat niet erg vindt. Ik bedoel, er is gewoon weinig aandacht voor, dus je kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze het niet weten. Maar meen je dat dan ook, Peter? Ja, absoluut. Nee, dat is gewoon zo. Ik bedoel, als ik zelf journalist zou zijn en ik krijg de informatie niet, hoe moet ik het dan weten? Ja, dan moet je al echt diep gaan graven in de sport zelf. Ja, ik kan me voorstellen, er zijn nog een heleboel andere sporten dat niet gaat. En, ligt daar voor jou braakliggend terrein? Ja, nou ja, ik denk toch wel dat dan ook op dat moment mijn missie is om onder aandacht te brengen en dat zo goed mogelijk te verwoorden wat de sport is en de vragen te beantwoorden. Dus ik denk dat heel belangrijk is. En ik denk ook dat door mijn prestatie in ieder geval een hele positieve bijdrage geleverd heeft voor de schietsport in Nederland. Ja, heb je ook aanwijzingen, heb je ook het idee dat het meer is gaan leven? Ja, zijn er bijvoorbeeld meer aanmeldingen bij de vereniging gekomen? Ja, weet ik niet. Kan ik niet direct zo zeggen. Bij ons op de vereniging op het moment niet. Maar goed, we zijn een redelijk kleine vereniging. Dus dat landelijk weet ik het niet. Wat in ieder geval wel zo is dat gigantisch veel mensen
mijn wedstrijd gezien hebben en het ook leuk vonden om naar te kijken. Ik kwam in het vliegtuig, zeg maar, op de terugvlucht al mensen tegen. Die zeiden van, hey, geweldig, hey, je hebt toch geschoten. En ik heb je wedstrijd gezien, hey, top gedaan. En dan land je op Schiphol. Ja, tuurlijk, dan heb ik nog Groot Nederland achter op de rug staan. Dus is die link wat sneller gelegd. Maar ook her en der, als je ergens in een winkel komt, mensen herkennen je bij de thuiskomst in Den Bosch. Op een gegeven moment, ik ging met mijn ouders naar huis toe en loop je langs de hele menigte af. Ja, en daar zijn gewoon, ik denk wel 10 mensen die riepen van, hé, hey, super geschoten. Die gewoon echt niet binnen de sport zijn en gewoon wildvreemde mensen die je herkennen. En dan, ja, terwijl er 180 atleten zijn. Dus ik bedoel, ik ben één van de 180. En als ze jou herkennen, dan heb je toch iets goed gedaan, denk ik. Ja, heb je indruk gemaakt. Maar je moet meteen wat uitleggen, want je staat er op die baan. Vertel eens, waarom heb jij zo'n enorm pak aan? Ja, nou, je moet je voorstellen, het wapen waar wij mee schieten is zo'n 5,5 kilo voor het luchtgeweer. Een klein kaliber is zelfs een kilo zwaarder. En daar staan wij, even om het luchtgeweer te houden, een uur en 3 kwartier mee in de hand. Tussen de schoten door rust je wel even een statief naast, maar je het wapen even op kan neerleggen. Maar dat is een behoorlijke aanslag voor je rug. We staan door de rug heen met dat wapen, zeg maar. Dus enerzijds is het de preventie van blessures. Want wat houdt dat pak precies in? Het is een kunststofmateriaal. Van oorsprong zijn ze van canvas gemaakt. En dat is redelijk stijf. Dus het biedt gewoon stabiliteit, moet je je voorstellen. En bloedwarm? En bloedwarm, ja. Ja. Had je daar veel last van? Nee, in Londen op de baan is het niet heel erg heet. Dus dat viel eigenlijk wel mee. Londen is sowieso niet zo gigantisch warm. En daar op de baan was het goed uithouden. Dus, dus als jij nu gaat trainen voor, want je gaat nog trainen voor die volgende Olympische Spelen, toch? Ja. Dan ga je op voorbereiden. Dan speelt het zich af in Rio de Janeiro. Ja. Hele andere temperatuur. Absoluut. Is dat dan een van die elementen waar je mee rekening gaat houden? Of ga je nu al kijken of er pakken zijn die lichter en wellicht minder warm zijn? Ja, nee, ja, feiten heb ik dat al. Dat zijn we wel mee. Daar heb ik ook mee geëxperimenteerd. Kijk, het is niet zo dat nou in Londen de eerste wedstrijd is die ik internationaal meemaak. Ik heb ook al in Fort Benning geschoten in Georgia. Daar is het over het algemeen ook 30 graden. Ik heb een EK geschoten in Granada midden in de zomer met ik geloof 45 graden. Dus ik weet wel wat het is als het heel warm is. Het is niet helemaal vreemd. En tuurlijk, ja, ik heb mijn schietpak nu al. Er zijn dus delen uit, zeg maar, dat kunststofmateriaal en delen uit leer. Nou, dat leer is bijvoorbeeld al eens geperforeerd om te zorgen dat in ieder geval iets ademt. Maar goed, warm blijft het zeker. Dus, en ik verwacht eens naar de Spelen toe. Ik bedoel, er zijn, is wel bekend, de koelvesten die er zijn. Om je lichaam koel te houden van tevoren. Bijvoorbeeld dat soort oplossingen. Maar goed, dat is iets, dat doen we na aanloop naar de Spelen, gaan we dat onderzoeken. Ja. Nog even over die uitrusting, want niet alleen dat pak, dat maakt zo'n enorme indruk. Je had zelfs een soort van bril op, leek een beetje op een soort vizier, die zo'n print maakte op je neus dat het nog na het interview te zien was. Ja. Wat is dat voor iets? Ja, eigenlijk is dat helemaal niks speciaals. Het ziet er alleen een beetje futuristisch uit. Je hebt één glaasje. Je moet je voorstellen, op het moment dat ik een normale bril zou op hebben bij het schieten, dan staand gaat dat nog enigszins. Maar je moet je voorstellen, liggend bijvoorbeeld, dan draai je hoofd omlaag. Op het moment dat ik de bril heb, heb ik hier mijn bril, terwijl ik over mijn bril heen kijk en dan zie ik niks meer. Het enige wat dat ding eigenlijk doet, is dat ik mijn brillenglas in elke gewenste positie kan positioneren, zodat ik het midden door het glas kan kijken. Dat is eigenlijk het enige wat doet. En goed, aan de andere kant zit er een afdichting, een blendering eigenlijk. Dat zorgt ervoor dat ik mijn linkse oog open kan houden. Dat doe je als schutter altijd. Op het moment dat je dit oog dichtknijpt, gaat het andere oog een klein beetje mee. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil optimaal zicht hebben. Ja. Dus het ziet heel futuristisch uit, maar eigenlijk is het gewoon een verstelbare bril. Ja, en dan de pet tot slot. Ja, dat is voor het licht van boven. Zeker in Londen was dat heel belangrijk. Er waren hele felle lampen recht boven de schutter. En dat probeer je. Je probeert je zicht optimaal te houden. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Schaduw creëren, zodat je zo goed mogelijk kunt zien. Ja. Nu ga je weer voorbereiden. Dat zei je eigenlijk al heel snel. De vijfde plaats is prachtig. Jongens, dit is de aanloop voor naar de volgende Olympische Spelen. Rio de Janeiro, ik zei het daar straks al. Wat ga je daarvoor doen? Moet je dat hele traject weer opnieuw doorgaan? Wordt dit makkelijker? Vertel.
Ja, nee, dat hele traject. Kijk, de training zit hem in de afgelopen 14 jaar. En, 14 jaar ben je bezig met ja, de skisport? Ja, ongeveer. Waarvan ik vanaf mijn 13e in de nationale selectie zit. Ik ben er nu 26, word er 27 dit jaar. Dus dan, dat geeft wel aan hoeveel jaren je echt, echt op dat hoge niveau gesport hebt. En waarvan ik denk, op mijn 16e echt de knop omgezet heb. In het begin is dat allemaal leuk, nationale selectie, internationale wedstrijden. Maar op een gegeven moment maak je die keuze van ja, ik wil echt naar de Olympische Spelen toe. En ik denk dat dat gaat lukken, hoe ver dat dan ook nog weg is. Ja goed, en dan word je steeds beter, je gaat steeds verder weg, World Cups. Je gaat steeds meer trainen, je begint met 2 keer in de week. Op een gegeven moment ben je 7 keer in de week aan het trainen. Maar ja goed, en dat nu, de komende 4 jaar, dat technische niveau heb ik nu wel. Tuurlijk, dat kan nog een beetje fijn geslepen worden, maar dat zijn kleinigheden. En nu gaat het erom om het niveau constant te houden en te proberen te pieken op de World Cups, waar het er toe doet. En, over 2 jaar. Wat moet je daarvoor doen en laten? Ja, veel. Goed, je bent heel veel weg. Het is gigantisch. Wat ik zeg, alleen al aan training, zeg maar eens even, tussen de 3 en 5 keer in de week op dit moment, dat ik train. En is dat fysieke training? Wat moet ik me daarvoor voorstellen? Nee, over het algemeen schiettraining. Het is bij ons, er zijn natuurlijk een aantal spieren die wel gigantisch getraind zijn, maar dat is heel specifiek. En we hebben er wel mee geëxperimenteerd. Dat is gewoon, staat gewoon in de kinderschoenen binnen de schietsport. Wat aan fysieke training helpt. En dat is heel gevaarlijk op het moment. Mijn rugspieren zijn heel sterk. Over het algemeen hoort dat een balans te zijn met de buikspieren. Doe ik dat binnen de schietsport, zou ik buikspieren gaan trainen. Wat eigenlijk iedereen zegt, van dat is goed voor je balans te houden. Dat betekent dat bijvoorbeeld mijn bovenlichaam rechter gaat, want je spieren worden strakker. Waardoor mijn houding anders wordt en mijn balans moeilijker te houden is. Omdat dat wapen ook nog ergens staat. Dat, voor het lichaam klopt het, maar dat gewicht van het wapen komt er ook nog bij. Dus dat soort zaken moet je voorstellen, dus dat is heel moeilijk. Dus je het kunt is niet zomaar echt, de sportschool aan wat halters gaan hangen? Nee, als ik dat verkeerd doe, heeft dat echt negatief effect. Dus ik moet echt heel erg oppassen wat ik daarmee doe. Ja. Okay. Waar is je focus nu op gericht de eerste komende zeg maar 2 jaar? Ja, ik ga nu eerst eigenlijk op de hele korte termijn volgende maand World Cup finale in Bangkok, waar ik naartoe ga. En voor de rest de eerste komende 2 jaar is het eigenlijk relatief rustig. Ik heb afgesproken met de bond dat ik een beetje gas terugneem. Ook voor mezelf. Kijk dat ik maatschappelijk ergens een baan vind wat mij ruimte geeft om het sport nog te Want kunnen blijven. Want je bent nu 100% bezig met die schietsport? Ja, ik ben nu echt fulltime sporter. Maar ja goed, zoals gezegd, ik word er 27, werkervaring 0. En de vooruitzichten in de schietsport zijn niet zo dat ik verwacht ook grote sponsorcontracten binnensleep. Dus je moet gewoon daar heel realistisch in zijn en zeggen, mijn maatschappelijke carrière is ook belangrijk. Waar gaat je belangstelling naar uit als het gaat om een baan? Ja, ik heb facility management gestudeerd en in de richting vastgoedmanagement. Dat is ook meteen het probleem. De vastgoedmarkt die zit compleet op slot, dus probeer dan maar eens een baan te vinden. Laat staan een baan waar je ook nog eens eigenlijk wat meer faciliteiten en een beetje, je moet het toch zien als semi-sponsoring. Op het moment dat je weg bent, het liefst heb je gewoon betaald vrij. Extra vrij. Dus dat is heel moeilijk. En dat zeker in deze tijd. Maar goed, wie weet. Wie weet. Veel succes in ieder geval. Dankjewel. Met je verdere carrière. Dank voor je komst, Peter Hellebrand. En dit was Lopende Zaken. Ik dank mijn gasten voor hun komst hier naar de bibliotheek. Lopende Zaken kunt u ook vinden op onze site LoTVNL. En op die site is het ook mogelijk om oude afleveringen te kijken. Dit was mijn eerste kennismaking met LoTV. Beetje wennen, voor u, voor mij. Maar ik zie u graag terug bij een volgende aflevering van Lopende Zaken. Tot ziens.